Hoi iedereen, ik ben Eline van Eline94 en ik heb vandaag weer een nieuwe unboxing van de steltoon voor jullie. Ik moet er wel bij zeggen, ik haal hem zo uit de brievenbus en hier is het open. Dus je kan hem met je vinger in, dus er kan iets voor horen zijn geraakt. Ik hoop van niet, maar dat ga ik daar wel even goed in de gaten houden. Ik heb de steltoon vandaag binnengekregen, het is vandaag de 10 december. Oh jezus, december jongens. En ik hoop stiekem wel een beetje op een feestelijke editie. Ik denk eigenlijk stiekem dat dit gewoon in de brievenbus gebeurt met het erin proppen. Ik denk niet dat de postbode het nou echt heeft proberen open te maken of zo. Er ligt een heel festive, heel feestelijk. Een mooi kerstgroen winter, want het zijn zelfs groene sneeuwvlokken, nog nooit gezien. Heel leuk kaartje op. Merry New Box. De allerlaatste Stelton box van 2020 heb je nu in je handen. Nou, wellicht op mijn schoot. De December Box is een box voor magische momenten die passen bij de decembermaand. Dit jaar... Oh, het ruikt lekker. Ruikt parfum? Nee, dat denk ik niet. Dit jaar zal december een beetje anders zijn dan we gewend zijn. Maar we wensen jou een magische periode toe. Ik moest even nadenken, maar dan gaat het natuurlijk over dat we met kerst niet samen zijn en zo. Wat zit er in deze December Box? De box hebben we gevuld met het thema magische producten. Yeah! Love Magic! Die helemaal passen bij dit holiday season. Maak de meest feestelijke look met de oogschaduw. Yes. Lipgloss. Yes. En glam cream. Daarnaast extra huidverzorging en een gezellige haaraccessoire. Heel benieuwd, want ik heb vrij veel en dik haar. Op camera valt het denk ik niet te zien. De accessoires blijven mij meestal niet zo zitten. Dus ik ben heel benieuwd wat dat is. Happy holidays, liefst Steltoon team. Ik kan niet op de achterkant kijken, want ik weet dat in het boekje dus producten staan. Doe ik dat op het einde. Ik ga gewoon eerst. Alles zit in het zakje, dus ik denk niet dat er iets is uitgevallen. Dat vind ik op zich wel een geruststellend gevoel. Ik ga eerst gewoon alle producten laten zien. En dan ga ik daarna alles lezen. Ik moet even kijken of ik het hier tussenin plak. Maar ik ga gewoon alles. Net als de vorige keer, dat ik het gewoon op het einde doe. Oh, dit vind ik wel leuk. De haaraccessoire is een Invisibobble die Boutique heet. Ik wou net zeggen eigenlijk, maar ik dacht dat ga ik niet doen. Het enige haarproduct qua accessoire wat voor mij werkt zijn Invisibobbles. En dan moet ik natuurlijk niet de extra small hebben. Oh, ik moet echt mijn haar wassen. Niet de extra small, maar gewoon de normale of de extra sterke. Maar ik wist niet dat Invisibobble ook met een strikje had. Super leuk, super schattig. Oh, ik ben heel benieuwd. Ik ga het uitpakken. Ik vind het leuk. True Black is de kleur. Ik ben benieuwd of je ook andere kleuren kon krijgen. Dus dat het een zwart strikje is. Het stiekje zelf is... is heel anders. Het stiekje zelf is transparant, wat ook wel leuk is. Oh, ik vind hem zo cute. Hihi, kijk hoe leuk. Oh, ik heb echt iets met van die strikjes en klemmetjes. En... Op het strikje zelf staat Invisibobble aan de binnenkant. Love it. Of ik dit nou met kerst of met oud nieuw gedragen of niet. Hier staat ook echt een heel schattige donut bun met dan als... Eromheen die Invisibobble. Dat gaat bij mij niet lukken, want dan krijg je een soort van flipper-flapper ding. Goed verhaal dit. Heel leuk. Heel leuk. Love Invisibobble. Heel benieuwd of dit een kerstspecial is of niet. Maar ik vind het echt heel leuk. Wist ik niet dat Invisibobble die had. Bang Beauty. Hoe zwaar. Wat ben jij? Bang Beauty Glam. Ik weet het niet. Cream Color. Oogschaduw. Lijkt een beetje op de paintpots van MAC en de cream oogschaduws. Hij is heel koud en dus ook heel hard. Het kan ook zijn wat koud is buiten. Oh, hartverzakking van hier in Tokio. Wel echt een mooie kleur. Wel een kleur waar ik ook... hij is heel creamy op mijn hand. Kleur waar ik ook heel blij van word dit jaar gewoon. Dit is een beetje mijn kleur. Ik denk dat het gewoon een cream oogschaduw is. Leuk als basis met dan even een shimmertje eroverheen of zo. Maar ik gebruik normaal dus de paintpot van MAC. En die heeft zeg maar een huidskleurbasis. Dus die is ook heel makkelijk te combineren met andere oogschaduws. Nou zit er een video aan te komen of die is online geweest. Waarin ik nieuwe producten ga proberen. En ik zit even te twijfelen of die dadelijk ga opnemen of een andere dag. Ik zit niet te twijfelen, want er zitten al meerdere oogproducten in. En ik denk niet dat ik deze daarin ga behandelen. Maar ik wil deze wel een keer gaan testen. Mudmasky. Wel ooit van gehoord. Ik vind het wel heel leuk om je te knijpen. Serum Infused Eye Mask. Dark Circle, Puffy Eyes, Fine Wrinkles, Dry Skin, Swelling. Oh, het is zo koud. Dat is niet normaal. Met Masky. Na 4 tot 7 gebruiksdingen moet je hem... Zo de... Improves Elasticity.
Zou je huid meer elastisch moeten worden? Ik denk dat het een beetje voor de wat oudere huid is. Oh, je hoeft 8 minuten te laten zitten. Ik vind het wel leuk. Het is gewoon een soort van, net als met die eyepatches, maar dan in maskervorm. Maar ik ben wel benieuwd of dit dan ook echt een mutmask is. Want dat lijkt me dan weer niet zo voor dicht bij je ogen. I don't know. Orzaya? Oeh, hallo. Orzaya Beauty, nooit van gehoord. Opaline Top Gloss 07 Champagne Cocktail Holographic Lip. Holographic Lip Gloss. Uit Londen. Ik zit even helemaal in een element, jongens. Ja, misschien kan ik deze wel testen. Ligt een beetje aan de... Echt heel strak in het doosje. Ligt een beetje aan de kleur, want ik wil een rode lipstick gaan testen. Nou, perfect fit hoor. Oeh. Oh, dit is wel een beetje jammer. Oh, dit is een aparte applicator. Wat, past heel mooi bij die oogschaduwkleur. Heel gaaf. Ja, deze wil ik wel gaan testen in de video. Heel mooi. Beetje roze, koperachtig, krap doosje. Laatste, laatste product van Nabla. Ik hou van Nabla. Ik wil altijd Nabla dingen hebben. Bestellen. Ik heb ooit Nabla losse oogschaduws of mono oogschaduws gehad voor een soort paletje, maar uiteindelijk gebruikte ik dat paletje nooit. En sindsdien wil ik altijd heel graag een Nabla oogschaduwpalet bestellen. Ik weet het niet. Ik heb dit jaar al zoveel oogschaduwpaletjes gekocht dat ik even daarin ook pas op de plaats moest nemen. Oh, love it. Dit kleurenthema is ook helemaal mijn ding. Gewoon, kon je heel enthousiast om doen. Mooie verpakking, goede verpakking. Is papier of is plastic? Papier, denk ik. Maar ja, ik weet niet. Nabla vind ik wel gewoon heel interessant. Oh, hallo. Oké, deze zag ik niet aankomen. Mega grote pens. Je zou bijna denken dat het een blush is. Ik wil na te denken over... Het is een heel mooi paletje. Ook voor als je bijvoorbeeld, wat nu niet van toepassing is, houd maar even voor volgend jaar in je achterhoofd. Als je bijvoorbeeld met de kerst bij familie gaat logeren of zo. En je denkt, oh, ik wil een simpele kerstlook maken, maar ik wil niet een groot palet meenemen. Dan zou zoiets wel echt heel mooi zijn. Het is wel echt een feestelijk palet. Hoe heet dit palet eigenlijk? Metropolitan. Hashtag 4. Ik weet niet of dat nog iets inhoudt. En iets met stenen en iets met een cute palet. Oh, ik denk dat het cutie palet is. Want dat staat hier ook. Cutie palet Metropolitan. Ik wil swatchen. Ik wil swatchen. Ik ga swatchen. Just do it. De glitters zijn wel gewoon echt best wel glitterend. If you get my point. Nou, het is niet alleen maar glitter. Je vindt het goed kunnen zien. Ik heb hier een oogschaduw, daar een oogschaduw, daar, daar en daar. En mijn vingers zijn echt helemaal... Het is wel pigment, zeg maar. Love it. En mijn handen zijn helemaal smerig. I'm enthousiast. Ik kom even alleen een beetje om in mijn spullen. En dan heb ik natuurlijk de doekjes verstopt. Wel echt leuk dat er een oogschaduw palet in zit. Ik hou van oogschaduw palettes. Vorige maand zat er natuurlijk de highlighter in. Ik had verwacht dat die eigenlijk dit jaar. Deze maand ook in zou zitten, maar ze hebben natuurlijk vorige maand bestanden. Ik zou alleen misschien deze hebben vervangen door iets anders wat wel echt feestelijk is. Of gewoon een sheet mask of zo. Zij de gek die met een mega droge huid. Ik ga even de dingetjes voorlezen. Het eerste product is de lipbalm of de lipgloss. Die kon je in 3 verschillende kleuren krijgen. Moon Mist, Paradise Pearl of Champagne Cocktail. Volgens mij had ik Champagne Cocktail. Ik ben wel benieuwd welke dan welke is, want ik heb denk ik de gouden. Ze hebben ook nog een zilverachtige en een beetje een paarsige. Ik vind ze allemaal heel mooi. €12,57 per stuk is de prijs. En het is dus van Oriza Beauty. Glitters, glitters en nog meer glitters horen toch wel bij de decembermaand. Helemaal mee eens. Daarom een prachtige lipgloss met glitters in deze box. Het is de lipgloss van het merk Oriza Beauty. Je kunt 1 van de 3 kleuren ontvangen. Nou, die heb ik net al voorgelezen. De lipgloss heeft een vanillekleur. En is waterproof en heeft een prachtige glans. Ik ga nu de vanille uittesten. Ik geloof het helemaal geen s'nachts van. Perfect voor de dagen waar we een beetje extra shine willen gebruiken. Oh man, die verpakking is echt net even iets te fanatiek. Iets te fanatieke verpakking. Wat vind ik van de prijs van €12,57? Uniek. Hij heeft wel een subtiel geurtje. Ik kan nog niet zeggen dat het per se vanille is. Het is ook niet echt een geur die we niet kennen vanuit zeg maar, lipgloss dingen. Die net even zo'n vleugje geur hebben.
Oh, de verpakking is niet zeg maar herbruikbaar als in het kartonnetje om even in te bewaren. Want ik wil er zo'n video mee opnemen. Maar oké. Ik ben heel benieuwd hoe die is. En of die echt zo waterproof is. En ja, heel benieuwd naar. 12,57 is een rare prijs. Maar het is niet heel goedkoop. Ook niet heel duur. Het Oostgoede paletje van Nabla staat hier als tweede. Is €23,50. Wat ik op zich vrij prijzig vind voor 6 oogschaduwkleuren. Nou krijg je dan weer wel 100% vegan. Oeh, is ook in samenwerking met Shan Hathaway. Die heeft zeg maar het ontwerp gemaakt. Super cool. Maar staat hier op hoeveel gram? Oh hier. Total netto gewicht is 7,5 gram. Maar hoeveel is dat per oogschaduw? Want ik heb het idee dat de pencils wel vrij groot zijn. Maar misschien zijn ze heel ondiep. Ik weet het niet. Nee, ik weet het niet. Ik ga het ook niet... Nee. Maar ik vind 23,50 niet goedkoop voor 6 kleurtjes. En dan ook nog 2 mat, 4 shimmers, geen settingkleur, geen transitiekleur. Vrij sceptisch about that. En de swatches kloppen totaal niet. Kijk hier die swatches. Nou, dit is niet wat ik net heb geswatcht, jongens. Bij deze maand horen de allermooiste looks en daar past zo'n prachtige oogschaduwpalet natuurlijk helemaal bij. Het oogschaduwpalet van Nabla Cosmetics is een echte beauty met de mooiste kleuren. Het palet bevat 6 kleuren met een hoge pigmentatie en is een mix van matte kleuren en kleuren met glitterexplosies. Ben ik het mee eens. De oogschaduw van Nabla is natuurlijk dieprovrij en daarnaast ook veganistisch. Er zit ook nog een kortingscode bij voor de site van Nabla zelf, denk ik. Ja. Ik weet niet of ik die met jullie kan delen, dus dat ga ik ook niet doen. Ik kan even in de tussentijd even Steltoon een berichtje sturen of die code voor iedereen hetzelfde is. En dan zal ik hem hier in de beschrijving zetten of hier ergens in beeld. Maar dan ga ik even contact nemen met Steltoon daarvoor. Ik denk wel dat ik op de site van Nabla ga bestellen als ik met 20% korting kan shoppen. Ik kan tot met 17 januari. Ik zie een leuk verjaarskleurtje voor mezelf opkomen. Maar tot die tijd kan gewoon... Het is wel leuk, want dan gaat deze nou gewoon voor de kerst dat ik hiermee kan gaan experimenteren voor een kerstlook of zo. Voor oud en nieuw. Leuk. Kan gewoon in mijn everyday bakje. De Invisibobble staat hier als derde genoemd. 3 maanden na opening houdbaar. Beetje raar. Boutique €4,95. Ja, gewoon eigenlijk dezelfde prijs als voor 3 Invisibobbles. Hoe leuk is dit accessoire voor de feestdagen? Superleuk. Wij zijn helemaal fan. De Invisibobble heeft een glamoureuze update gekregen met een elegante strik. De Invisibobble Boutique. Ja, vind ik leuk. Ik hou ervan. Ik heb er maar 1 kleur hier afgebeeld. Dus iedereen krijgt denk ik gewoon zwart. Kan je ook niet mis mee gaan. Ik had het wel leuk gevonden als ze misschien ook een rode hadden. Zwart en rood. Of goud. Maar ik weet ook niet of Invisibobble zelf meer met kleur heeft. Dus ga ik ook nakijken. Staat ook hier in beeld of in de beschrijving. Dankzij de unieke spiraalvorm is het haar elastiek gemakkelijk uit het haar te verwijderen zonder het haar te beschadigen. Ja, I love Invisibobble. Creëert zonder enige moeite een staart of volumeuze knot. Het is een schattige strik. Maak je van de Invisibobble Boutique het ultieme trend accessoire. En ik vind het een beetje raar. Niet alleen in je haar, maar ook om je pols. Ja, I love Invisibobble. Ik heb altijd Invisibobble, bijna altijd. Of om mijn pols, of in mijn haar, of in mijn tas, weet ik veel. De Invisibobble Boutique is modern, trendy en stijlvol accessoire voor bij elke outfit. De Bang Beauty wordt hier als 4e genoemd. En is €18,45. Best prijzig. Glam is toch wel een beetje het woord wat past bij de decembermaand. Ja, net nog glitters. Het is ook maar in 1 kleur dat je die kan krijgen. Het 4e product uit deze box is van Bang Beauty een potje Glam Cream. Een romige formule met een hoge pigmentatie. De Glam Cream is een multifunctioneel product. Je kunt er namelijk gebruiken voor op je wangen, ogen en lippen. Nou, als ik zag hoe die geplant werd, zou ik hem niet echt op mijn wangen gebruiken. Lippen weet ik eigenlijk niet. Ook is de Glam Cream ideaal te gebruiken als basis voor je oogschaduw of zelfs als een highlighter. Ja, dat durf ik dus niet. Misschien mensen met een iets getintere huid wel, maar ik ga hem echt als oogschaduwbasis proberen. Je kunt de Glam Cream het beste aanbrengen met een oogschaduwkwast. Nee, met mijn vinger. Dan hebben we als 5 nog het Muddy Maskie voor, hou je vast, €49. Ik wist dat het merk prijzig was. Maar als ik al denk, ik weet niet of mudmaskers in de buurt van je ogen mogen, hoop ik maar dat het goed is. Het gebied onder de ogen is een goed voorbeeld van de huid die zich vaak anders gedraagt dan de huid elders op je lichaam. Ja, want mijn wangen zijn kei droog en dit is echt gewoon best wel soort van vettig of zo, maar ook ik heb heel gevoelige wallen. Het met serum doordrenkte oogmasker van Mudmaskie is speciaal ontwikkeld voor de dunne en gevoelige huid onder je ogen. Ja, het is natuurlijk ook gewoon een dunne huid.
Dit geconcentreerde masker bevat een super hoog gehalte aan natuurlijke antioxidanten zoals gouden kiwizaden. Yum yum yum. En premium Japanse matcha thee. Oh, ik hou niet van matcha. Ik hou van thee, maar niet van matcha. Het verbetert de elasticiteit onder de ogen na 4 tot 7 keer gebruik. Jij had net ook al gelezen. Als gevolg ziet de huid onder je ogen er zichtbaar minder donker en strak, minder donker en strakker uit. Dit is de totaalwaarde van de box. Leuke box. Heel benieuwd naar dit naplaatje. Ik ga hem gewoon uittesten in mijn dagelijkse bakje. Ik ben wel een beetje al fan van deze gouden kleur en van deze kleur. Dit is wel echt Eline kleur. Heel benieuwd naar. Leuk. Ja, mijn eindoordeel over deze box. Er zitten zeker wel een paar producten bij die ik echt heel erg leuk vind. Waar ik heel benieuwd naar ben. Waar ik jullie ook gewoon wat dingen op van laat weten. Hoe ze zijn bevallen en dergelijke. Bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer en tot ziens. Bye!